Sparta speelt vanavond tegen FC Den Bosch. En het is na 6 wedstrijden in de competitie, Jan, direct nu al de wedstrijd van het seizoen. Ja, als spelers een gesprek met een trainer aanvragen, dan kan een overwinning wonderen doen. En een nederlaag kan desastreus zijn. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond, welkom bij FC Rijnmond. Fijn dat u weer kijkt naar uw wekelijkse portie voetbal op TV Rijnmond, waarbij we het wel en wee van de regioclubs bespreken. Dat doen we elke week met Jan-Dirk Stouten aan deze desk. En naast hem is aangeschoven voormalig assistenttrainer en ook tijdelijk ad interim trainer natuurlijk bij Feyenoord, Leon Flemmings. Goed dat je er bent. Dankjewel. Een maand geleden ongeveer ben je van het toneel verdwenen bij de Kuip. Wat heb je eigenlijk de afgelopen maand gedaan? De eerste paar weken niet zoveel. Mijn kinderen hadden nog vakantie, dus dan wil ik echt even voor hun er zijn. Even papa spelen. En toen op een gegeven moment waren ze weer naar school toe. En toen ging die geraniums er ook vervelen? Nee, dat gevoel had ik helemaal niet. Ik wist precies wat ik aan toen was. En nadat die kinderen naar school zijn gegaan, heb ik een aantal collega's aangeschreven, een aantal clubs aangeschreven om daar zeg maar een week in de keuken te gaan kijken. Dus dat heb ik toen vorm gegeven en dan moet je altijd even plannen. Dus het duurt al een paar weken en vervolgens ben ik daar niet meer aan de gang. Ja, afgelopen week dook je op ineens bij AZ. Ja. Bij Gert-Jan Verbeek. Nou ja, dat is de eerste club waar ik inderdaad een week volg. Dus een wedstrijd die wordt gespeeld was toen bij hun tegen Vitesse. Toevallig zat er een Europa-wedstrijd ertussen. En de komende wedstrijd spelen ze uit bij RKC. En daartussendoor speelt van alles. En ik ben daar gewoon gast, zeg maar. En ik kijk echt wat daar allemaal gebeurt. Dus ontzettend leerzaam. Je hebt een goede week uitgekozen. Gaan we zo meteen verder over praten. Ook over de werkwijze van Verbeek bij AZ, want het gaat daar heel goed. Jan-Dirk, allereerst, ik moet er toch over beginnen. Wat wil je kwijt, Etienne? Nou, vooral wat ben jij kwijt? Ja, mijn stem een beetje. Wat is er aan de hand? Hij is nog een beetje grieperig deze week en een beetje veel geluld, om het plat te zeggen. En, dus heeft de stem daar een beetje onder geleden. Oké, maar dat er dus niks, dan weten we dat in ieder geval. Nee, niks aan de hand. Eventjes over Feyenoord. John Guidetti, trainen vandaag niet mee. Wat is er aan de hand? Nou, hij heeft van Koeman logischerwijs vrij afgekregen om vandaag in Zweden bij de begrafenis van zijn opa te zijn, waar hij een goede band mee heeft. Koeman heeft gezegd, ja, spelers moet je wel eens een uitzonderingspositie geven. En zeker als er dit soort zaken in de privésfeer aan de hand zijn, heeft hij daar begrip voor. Logisch. Ja, Koeman wilde weer niet zeggen over zijn opstelling. Morgenavond tegen de Graafschap na de besloten training. Maar de kans lijkt mij 99,9% dat Dirk Guidetti in de spits staat. Wat nog wel aardig was. We spraken met hem over de rol van Guillaume Fernandes. Ja, die kan wat Koeman betreft ook op de flanken uit de voeten. Maar ik denk dat Guidetti in de spits staat en Cabral sowieso gaat spelen. En Schaken ook weer. Gaan we zo meteen uitgebreid verder over praten met Leon Flemmings en Jan-Dirk Stouten. Maar we gaan eerst maar eens terugblikken op de week die achter ons ligt. Het was een ontspannen weekje. Serene rust in de ziel en op de velden. Bij Excelsior bijvoorbeeld werd pas 1 punt uit 5 wedstrijden gehaald. Maar in Kralingen is vandaag de dag evenmin paniek als eenstemmigheid. Op het moment dat je geen bal raakt en 6-7-0 verliest elke wedstrijd, niks creëert, ja, dan moet je je zorgen maken. Maar ik denk dat wij dat nog niet hoeven. Natuurlijk maken wij ons eigen zorgen. Ach, misschien komt het allemaal wel goed als Luigi Bruin zijn koppie gaat gebruiken. En tekent bij Excelsior. Ook Schiedammer Robert Maaskant is tegenwoordig de rust zelf. Waar hij bij Willem II en NAC nog wel eens uit zijn vel kon springen, daar is hij bij het Poolse Wisla Krakow helemaal tot zichzelf gekomen. Helemaal zen. Ja. Every time you see something, you don't do something. Doesn't touch him. Come on. And you say, oh, it's okay, nothing is going on. En zijn pols is ook al met sprongen vooruit gegaan. Jezus Christus, man. Hey, fuck off. Een voormalig werkgever van Maaskant heeft momenteel Romano Denneboom op proef. Een jongen bij wie het nooit aan ontspanning en enthousiasme heeft ontbroken. Toch, Romano? Ja. Typisch een jongen dus voor NAC. De nooit opgeven altijd doorgaan. En aangenaam door vermaak en nuttig door, jawel, ontspanning combinatie. Deze kat is trouwens ook vrij ontspannen, maar ja, dat slaat helemaal nergens op. Dat je een ontspannen levenshouding ook kunt overdrijven, bewijst het leidend voorwerp van dit gesprek tussen Peter Houtman en John de Wolf. Het is helemaal bekeerd. Ja, heb ik gehoord. God voor mij, pas wat God verboden gedaan heeft. Hij ja, precies. Hij heeft 6 kinderen bij 7 vrouwen. Hij is eigen schoondochter, Peter. Weet niet hoe het kan. Hij is eigen schoondochter. Over welke trainer hebben ze het? Wij zijn er nog niet achter. Maar meer Houtman en de Wolf later in deze uitzending. Sinds het aantreden van Ronald Koeman bij Feyenoord is het daar ook al zo rustig. Wel heel erg rustig trouwens. Morgen wacht de confrontatie met de Graafschap.
En Koeman waakt in ieder geval voor onderschatting. De laatste 2 jaar won de Graafschap hier. Dus ja, wat moet duidelijker zijn de boodschap dan de laatste 2 seizoenen dat de Graafschap in de Kuip gewonnen heeft. Dus. Voormalig Feyenoord, Excelsior en Sparta-speler René van Dieren speelt tegenwoordig bij FC Lienden. En daar demonstreert hij graag hoe je het beste kunt ontspannen in de aanloop naar een belangrijke wedstrijd. Juist, met een biertje natuurlijk. Bij Lienden is alles gewoon goed geregeld. Op misschien de gehaktballen na. Als je mijn vest uit de shoe hebt, dan is het goed te doen. Maar heel vaak worden ze opgewarmd in de marathon. En dan zet ik mijn vraagtekens erbij. Maar bier is vaak koud en goed te doen. Dat is toch eigenlijk het belangrijkste in de kantine. Amen. Heel duidelijk. We blijven even in het amateurvoetbal. We gaan zo meteen praten over Feyenoord. Maar Barendrecht, vorige week stipten we het al even aan, Jan-Dirk. Het vergeten van die J in de naam Pluim heeft wel desastreuze gevolgen onderhand gekregen. Niet alleen uit de beker, maar ook nog 10 strafpunten. Ja, Barendrecht gaat degraderen als de straf werkelijkheid wordt. Ze hebben 2 keer een 3-0 reglementaire nederlaag gekregen. Hebben een puntenmindering van 10 gaan. Dat gaat de KNVB voorstellen, hebben ze voorgesteld. Een geldboete van €950. Die spelen tot februari geschorst van de Pluim. Mislopen van inkomsten vanwege dat bekerduel tegen RKC dat niet doorgaat. Ja, een erg zware eis van de KNVB. Natuurlijk heeft Barendrecht dingetjes niet helemaal goed gedaan. Maar die KNVB is er ook voor de leden, ook voor die clubs. Drink een bak koffie, praat met elkaar, los het op. En deze eis volstrekt belachelijk met hoofdletters. Ik wil je niet afvallen in dit geval, maar ze hebben 2 keer een spelerspas aangevraagd voor die van de Pluim. 1 keer met IJ, toen was hij nog niet vrijgegeven. Toen hebben ze hem nog een keer aangevraagd met alleen de I, zonder die J. Toen hebben ze die spelerspas gekregen. Toen hebben ze een brief gekregen van de KNVB, waarin de KNVB zegt, nou, misschien moet je met die speler iets mis. Misschien moet je even er rekening mee houden dat dat niet helemaal klopt. En toch stellen ze hem op in de competitie. Dat is ook een beetje naïef. Ja, maar het systeem van de KNVB deugt ook niet. En de straf tegen de jongen vind ik echt belachelijk. De jongen levert een kopie van zijn paspoort in bij de club. En nu wordt hij beschuldigd van valsheid in geschriften. En nogmaals, ga er bij elkaar zitten. Los het op als er dingen gebeuren die niet kloppen. Hoort een club gestraft te worden, maar niet weer de arrogantie van de macht en zo keihard ingrijpen. Want het is desastreus voor Barendrecht. Laten we het wel even vaststellen. Het wordt natuurlijk ook een beetje regeltjes die dan de boventoon voeren. Hè? Van, en daar wat Jan-Dirk zegt, als je mensen gewoon dit gaat aan tafel gaat zitten en op gaat lossen, als het inderdaad zo is zoals jij zegt. Want, ja, het is wel iemand die al 30 jaar dit soort dingen doet. Dus het is ook een beetje knullig. Dan kan je ook bellen van hoe zit het met die vrijgave van die speler. Ja, maar ga in ieder geval bij elkaar zitten. En niet op de regel gaan zitten. Dat slaat helemaal nergens op. Want het is voor een club desastreus. Je loopt inkomsten mis en geldboete. En je gaat gewoon degraderen als dit uitgevoerd gaat worden. Dat wil je als KNVB toch ook niet op je geweten hebben. Leon, mooi debuut van Mario Been in de Champions League tegen Valencia. Ja, geweldig. Ja, heb je het gezien? Nee. Nee? Nee, niet gezien. Heb je hem nog contact met hem gehad? Ja, ik heb wel contact met hem gehad. En hij heeft het hartstikke goed naar de zin. Het is natuurlijk een prachtige club. Echt een volksclub. Ja. Een beetje zoals Feyenoord. En voorwaarden zijn goed. Ze zijn allemaal heel erg volgzaam, zegt hij in het Belgische. En ik denk dat hij daar heel mooi past. Mario heeft een nieuwe club. Jij hebt een sabbatical ingelast. Ik wil toch even terug naar het recente verleden. Ik wilde niet altijd lang bij stilstaan. Mm-hmm. Maar toch eventjes naar dat vertrek in die beroemde dag in Ermelo, waar Jan-Dirk ook bij was. Wat daar gebeurde, de directie die daar eigenlijk misschien jullie liet vallen. Maar ik vraag me toch een beetje af, hebben jullie nou niks gemerkt binnen die spelersgroep dat het zo mis zat? Nee. Nogmaals, de situatie is helemaal geweest. Maar als je terughaalt nu achteraf, heb je dan echt niks gemerkt? Ik kan daar niet bij dat je als assistenttrainers of als technische staf daar niks van weet. Nou ja, dat bleek door alle stafleden. En we hebben toen inderdaad die week daar heel goed gebruikt om op die vragen antwoord te krijgen. En ik voor mezelf was dat in ieder geval duidelijk. Maar het is in ieder geval gebeurd. En ik ben heel erg blij dat met die club goed gaat. Met Feyenoord. En dat inderdaad die eerste fase, dat ze daar punten hebben gehaald. Want als ze morgen gaan winnen van de Graafschap. En die verwachting is er natuurlijk. En die andere ploegen die boven staan, die moeten hun Europese wedstrijden nog eens even zien te verwerken. Mm-hmm. Dat is nooit altijd zo makkelijk. Zou nog eens een keer gek kunnen staan. Leon, nou is Mario tamelijk rancuneus geweest. 2 keer in de media naar Martin van Geel. Heb je ook vervelende gevoelens jegens hem? Of wil je de camera daarvoor gebruiken nu? Dat mag. Nou, iedereen die mij kent weet dat ik dat nooit zal doen. Om de camera daarvoor te gebruiken. Ik vind gewoon dat je dat intern moet uitspreken wat je van iemand vindt. Heb ik duidelijk gedaan. En voor de rest heb ik antwoorden gekregen op vragen die ik had. En dan is bij mij een streep eronder. En dan ga ik mijn leven op mijn eigen manier vormgeven. Ja, maar je bent wel bewust zelf weggegaan op enig moment. Ja. Was het voor jou niet mogelijk om met Koeman samen te werken? Dat vond je geen optie?
stond er helemaal los van, want er was een situatie gebeurd. En ik had dus te maken met de situatie die daar zich af had gespeeld. Dus ik heb helemaal niet nagedacht of ik met Ronald Koeman wilde samenwerken. Want... Maar je wilde niet meer in een organisatie werken die de technische staf niet meer steunt, kennelijk. Nou ja, wat daar gebeurd was, was voor mij in ieder geval duidelijk dat ik beter kon vertrekken. Ja, snap je dat? Ja, natuurlijk. Je bent met z'n allen een team. En als er dan dingen gebeuren die niet stroken met je gevoel, dan kun je blijven zitten vanwege je hypotheek of je gezin of je toekomst. Zo denken sommige mensen. Ook dat moet je respecteren, vind ik. Maar je hebt ook mensen die wel voor hun principes kiezen. Heeft Leon gedaan. Maar bij Gert-Jan Verbeek bleef je wel zitten toen die weg moest van de spelersgroep. Ja, maar die twee situaties waren ook anders. Dus dan kies je ook voor een... Op welke manier waren ze anders? Ja, dan ga ik inhoudelijk in op wat er met Mario gebeurd is en toen met Gert-Jan. Dat doe ik niet. Maar Gert-Jan is ook geliquideerd door de spelersgroep. Die hebben uiteindelijk achter zijn rug om contact gezocht met de Raad van Commissarissen. Terwijl de technische staf vaak genoeg volgens mij tegen Gert-Jan heeft gezegd... pas je nou niet te veel aan die spelersgroep, want je doet nu wel heel veel voor die spelersgroep. Ja, de situaties waren anders. En terugkomen met jouw vraag van dat ik dus toen wel bleef zitten. Ja, dat was volkomen logisch als je weet hoe de situatie was. Daar komen we nu niet achter, hè? Want het is voor ons een soort van grote vraagteken die nu boven ons hoofd zweeft. Ja, ik zou zeggen, probeer het. Ja, Leon gaat, die vindt gewoon dat Van Geel niet in tegen heeft gehandeld en wilde niet meer onder Van Geel werken. Punt. Volgende onderwerp in deze uitzending. Ja. Maar nu is Koeman daar en dat gaat dus kennelijk heel goed. Dus het vertrek van jullie heeft wel tot dingen geleid. Ja, die spelersgroep die is gewoon heel talentvol. En dat wisten wij ook. En de afgelopen jaren heeft Feyenoord financieel gezien zeg maar heel hard gewerkt. Met de vrienden van Feyenoord en Pim voorop. En dat betekent dat goed ging. En tegelijkertijd ook sportief gezien vind ik dat ook nu Feyenoord uit een dal aan het klimmen is. Want ze hebben gewoon hele goede spelers. Ze hebben gewoon heel veel talentvolle jongens. En dat kun je ook zien. En als je dan een seizoen begint met een aantal punten, ja, dan gaat die trein rollen. Dus gaat het goed, Jan-Dirk? En is er hoop, hè? Ja, de start is goed en het programma in de komende weken is ja, niet makkelijk. Want AZ uit is een lastige, maar verder drie thuiswedstrijden tegen onder meer ADO en morgen de Graafschap. Ja, de start zou fantastisch kunnen zijn. Zeker als je ziet wat er allemaal gebeurd is aan hectiek in de voorbereiding op deze competitie. Vorige week speelde Feyenoord tegen NAC Breda en de twee debutanten scoorden Bakal en Guidetti. Guidetti, de nieuwe Zweedse spits, de nieuwe hoop. Want een scorende spits, dat hopen ze altijd zo op in de Kuip. En wij gingen eens door de ogen van twee oud-Feyenoorders kijken naar deze nieuwe jongen. John Guidetti. Nog voordat hij ook maar het Feyenoord-shirt om had, werd hij door het Feyenoord-legioen al bestempeld als de grote verlosser. Een verwachtingspatroon dat na een half uurtje bij NAC nog groter is geworden. Maar hoe reëel is dat? Hij heeft praatjes in de goede zin, hè, in de positieve zin, buiten het veld. Maar hij maakt het ook waar gelijk in het veld om achter die bewuste penalty te zitten. Dus ik vind het alleen maar mooi en positief en... Dat soort spelers horen gewoon bij deze club. Je hebt verschillende types spitsen. Hè? De verfijnde technische spits, dat is het misschien ook weer niet, omdat hij flink wat fysieke kracht heeft. Maar een jongen die iets kan forceren, denk ik ook wel. Kenners zeggen dat Guidetti voldoet aan de eisen van een echte Feyenoordspits. Maar wat is dat nou eigenlijk, de Feyenoordspits? De Feyenoordspits is de spits die er genoeg inschiet naar de zin van de supporters, want daar word je uiteindelijk toch op beoordeeld. En daarbij moet hij ook een bepaalde werklus op het veld laten zien. En dat is een Feyenoordspits. Maar uiteindelijk blijft het erop aankomen dat een spits van Feyenoord, ja, daar verwacht men goals van. En juist daar heeft het de laatste jaren bij de Feyenoordspitsen aangeschort. De positie die altijd ter discussie lijkt te staan in de Kuip. Of valt het aantal mislukte spitsen wel mee? Ons duo geeft graag zijn mening. Geslaagd. Had wat mogelijkheden. Had meer, ja. Had meer uit kunnen betekenen, ja, voor Feyenoord. Klopt, vind ik ook. Ja. Geslaagd. 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 Nee, Larsen, die van vorig jaar. Oké, okay. Oh. Dag Lars. Dan moet je beter praten. Ja, Lars. Bijna niet gespeeld. Ja, nee, kun je niet zeggen. Absoluut mislukt. Ja, ja. Uiteindelijk geslaagd. Denk ik ook geslaagd, ja. Overal doelpunten gescoord, ja. Behalve bij Feyenoord. Ja. Dus wat is dan geslaagd? Dus mislukt.
Dus niet geslaagd. Daar bemoei ik me niet mee. Minder. Mislukt. Ik weet nog eens wie het is. De vraag of Guidetti top of flop is, is misschien beter morgen te beantwoorden na Feyenoord de Graafschap. Twee mensen geloven wel in het sprookje van Guidetti. Peter en de Wolf. Fysiek een sterke jongen, staat zijn mannetje, dat heeft hij allemaal mee. Technisch gewoon goed onderbouwd heeft een wil om absoluut te slagen bij Feyenoord. En dat zijn allemaal positieve dingen. Ik heb wel hoge verwachtingen van hem. Ja, we zijn druk in overleg. Guidetti, wat is dit voor spits? Gaat deze jongen het redden? Dat moet nog maar blijken. Ja, maar er zijn al gelijk allerlei verwachtingen. Ik bedoel, dat vingertje zo naar het publiek in Breda. Nou ja, dat is iets anders. Maar gewoon die jongens. Dat probeer ik hier ook wel eens, maar dat werkt eigenlijk nooit. Maar... Nee, maar die jongen is 19 jaar. En die heeft op 15 jaar geleefd en zijn gecontracteerd door City. En wel die uitstraling van Ibrahimovic. Jawel, maar hij heeft in al die tijd zeg maar heel weinig wedstrijden gespeeld. 15 op het hoogste niveau. Ja, en hij heeft qua track record, zeg maar, qua score aan het doelpunt dat hij heeft gemaakt. Wel een nationaal team trouwens, want bij onder 17 veel gescoord, bij onder 19 veel gescoord. En ook bij Jong Zweden volgens mij. Maar hij moet het echt nog laten zien. Maar ik heb een paar dingen van hem gegoogeld. En dan inderdaad kun je wel zien dat een veelbelovende spits is. Want die heel goed bij Feyenoord zal passen. Er kwamen heel veel namen voorbij in het item, Jan Dirk. Die Feyenoord-spitsen, wat is dat toch? Ja, kuipvrees is een bekende term, hè, waar spelers aan ten onder kunnen gaan. Er zijn goede spitsen geweest. Dirk Kuyt was natuurlijk fantastisch in zijn periode in de Kuip. Ja, die waren vorige week even vergeten. Ja, de familie Kuyt en iedereen die erbij betrokken is, onze oprechte excuses allemaal aanbieden. Maar ook tal van mislukkingen. We zagen de naam van Somalia voorbij komen. Ik herinner me nog toen ik ooit als jonge jongen, daar kwam ene Sixto Rovina, een man met een glazen oog uit Curaçao volgens mij. Ja, Dave Mitchell was ooit wel een held. Nee, dat is waar. Sixto Rovina, een man met een glazen oog. Ja, die zag het allemaal niet zo scherp. Dave Mitchell hebben we in de Kuip gehad. Ja, hele goede en hele slechte. Maar jij hebt in de Kuip gewerkt. Zie je dat aan kopies van spelers, Kuipvrees? Bestaat dat echt? Behalve bij Leurling? Daar weten we het van. Dat was de eerste training blijkbaar al. Dat, ik heb gehoord dat Anthony inderdaad werd bejegend. Nou, ik denk wel dat de sfeer in de Kuip gewoon heel bijzonder is. En die is heel mooi. Maar het is ook zo dat je er gewoon niet de spasties over moet doen. Als je heel hard werkt, dan denk ik heel snel dat je die supporters achter je krijgt. En dan kun je ook wel eens een foutje maken. Ja. Ik moet trouwens even terugkomen. In het nieuws kon u horen van Sinclair Bisschop over dat bericht dat vanochtend werd verspreid. Via diverse supportersites over de salarissen van Gudde en van Koevermans die online stonden. Op die supportersites en over de bonussen. Nou, Feyenoord heeft erop gereageerd. Feyenoord heeft inmiddels op de website ook een verklaring geplaatst. Dat ze een zaak dreigen aan te spannen tegen die supporters. En inmiddels is ook de website FRFC1908 die betreuren het bericht vanochtend geplaatst te hebben. Hebben ze laten weten. En dat het ook via hun verspreid is betreuren ze. Ze hebben met Feyenoord en de politie contact gehad. En ze hebben informatie gekregen van Feyenoord en van de politie dat de berichtgeving niet juist is. En ook dat hebben ze bij deze, dus die bericht hebben ze ingetrokken. Dus daar op die website staat dat bericht nu niet meer. Dat wat betreft deze zaak, die ongetwijfeld nog een vervolg zal gaan krijgen. Dan even naar Sparta. Wij waren daar vorige week, Jan Dirk. Wij dachten, wij gaan in de voorbereiding op het bezoek van Wiljan Vloed naar Sparta FC Os. En wij zijn ons wel rotgeschrokken. Ja, kijk, je kunt slecht beginnen aan de competitie. En we weten dat in de Jupiler League iedereen van iedereen kan winnen. Maar ja, ik heb er maandag op tv over dingen over gezegd. Het was een beetje een gekke sfeer. Sparta maakt in minuut nummer 93 gelijk. En mensen om ons heen gingen staan en klappen. Maar van opluchting was geen sprake. Als je tegen een club die vorig seizoen nog in de topklasse speelde, punten verspeeld, is de start desastreus. En wat nog erger is, ik heb van de week een aantal Sparta-sponsoren gesproken. En ik heb nog even wat beelden ook teruggezien. Na 10 minuten was er een moment dat heel veel zegt over de verhoudingen bij Sparta op het moment. Joshua John komt naar de kant om even met zijn trainer Vonk te overleggen. Die praat dan met hem, die geeft wat aanwijzingen. En vervolgens haalt John echt zijn schouders op en loopt weer weg. Dat zegt iets over de verkeerde houding van John. Maar het zegt ook heel veel over het gebrek aan chemie tussen trainers en spelers. Ook op trainingen zijn dingen gebeurd. Er is een gesprek geweest. En dat zit daar niet goed, helaas. Angst, hè, geloof ik, ook voor trainers. Ja, Michel Vonk is een tamelijk onervaren hoofdtrainer. Ik geloof absoluut in zijn intenties. Maar als je een aantal keren in de week boos in de dugout gaat zitten omdat je het niet eens bent met je spelers, is dat geen groot leiderschap. Procesmatig is het een heel interessant fenomeen om naar te kijken. Jij kijkt vaak naar processen, ook met wat je nu doet, hè, met je bedrijf. Mm-hmm. Dit zijn wel interessante gegevens om naar te kijken, toch? Ja, dat kwam ook op internet. Nogmaals, ik zie het van de buitenkant. Mm-hmm. Maar factor plezier werd genoemd bij Sparta. Daar gingen spelers op in. Daar zijn we in ieder geval over hadden gesproken. En
Maar hoe kijk jij daarnaar? Want dat item, we hebben deze week een item gehad, hè, met Veldmaten van Sparta. Dat was ook op internet te zien. Hoe kijk jij daarnaar als trainer? Over? Nou, de plezier in de spelersgroep, dat de spelersgroep met elkaar gaat praten. Nou, het moet niet van naar buiten komen als het zo is. En het moet ook inderdaad terug worden gekoppeld bij een technische staf als dat zo is. En daar kan een technische staf vervolgens iets mee gaan doen. En ja, het is van de buitenkant, vak de plezier is absoluut noodzakelijk om te kunnen presteren. Maar waar dat dan precies aan ligt bij Sparta, als dat zo zou zijn, dat is voor mij gissen. Maar als Sparta nu 3 keer had gewonnen dit seizoen, dan was er heel veel plezier geweest. Kijk naar Feyenoord. Je hebt vorig jaar een situatie meegemaakt bij Feyenoord dat er niet gewonnen werd. En dan wordt het al snel vervelend en dan wordt er minder plezier gemaakt. Toch? Ja, nou, dat was ook vaak bij ons op training. Je ziet ook vaak dat mensen een soort positiespelletje spelen gewoon om te dollen met elkaar. En dat noemt men dan ook plezier. Maar ik vind zelf dat het totaal ander plezier. Ik vind plezier inderdaad dat je succes hebt en dat dingen lukken en dat soort zaken. En ja. Spielerij. Het is interessant om volgende week over deze kwestie met Wiljan Vloed te spreken. Laten we inderdaad hopen dat Vonk iets doet met de signalen uit de spelersgroep. Ook zijn assistent Pascal Jansen, die steeds belangrijker wordt. Verhalen uit de groep dat wel een mens is. Die ook verder kijkt dan de voetballer waarmee te maken heeft. En laten we hopen dat Vonk die signalen oppikt en dat het goed komt met Sparta. Maar de weg is lang. En het voetbal was echt desastreus. Je hebt het zelf ook gezien. Het was echt heel jammer, heel slecht. Ja, we gaan volgende week verder over praten met Wiljan Vloed. Jij was afgelopen week ook bij Excelsior. Heb je daar wel plezier gezien? Want dat lijkt me wel strikt noodzakelijk gezien het spel op dit moment van de ploeg. Ja, die ploeg, als je kijkt naar het elftal wat er nu staat. Ik was inderdaad bij die wedstrijd. Volgens mij zat er maar één jongen in die vorig jaar de basis stond. En ja. Als je ziet hoeveel spelers dat er weg zijn gegaan en welke kwaliteiten dat ze in hebben geleverd. Ja, dan is dat de situatie en dan ga je vanuit die situatie ga je spelen. En ik moet zeggen, de eerste 25 minuten... toen had Utrecht heel veel problemen met de manier zoals Excelsior speelde. Het was tegen 2 spitsen. Ja, er was een mannetje meer op het middenveld. En daar hadden ze heel veel moeite mee. En toen maken ze die goal uit de vrije trap. En daar steken ze volgens mij heel wat tijd in. En vervolgens gaan ze leunen op 1-0. En volgens mij moet je dan toch proberen om gewoon te blijven doen wat je moet doen. Wat je van tevoren al 50 minuten prima deed. Dat wat ze eigenlijk onder Pastoor deden. Ja. Leon heeft een andere vraag, want voor mij gaat de tijd een beetje dringen in deze uitzending. Wij kondigen aan op internet en Twitter dat je deze week te gast bent bij ons. En we krijgen tal van berichten, met name van Brabantse kijkers van deze show. Dat jij over een aantal maanden mogelijk weer bij NAC aan de slag gaat, waar je eerder succesvol bent geweest. Wat kun je daarover zeggen? Nou, dat is typisch tegenwoordig social media. Rondom NAC gaat het wat minder. En ik hoop het voor John niet, want John is gewoon iemand die een echte NAC-man is en die keihard werkt. En die zal niet zo snel opgeven. Nogmaals, het is een paar wedstrijden in de gang. Maar je hebt wel de ambitie om hoofdtrainer te worden, toch? Over 2 wedstrijden is het daar weer heel anders. Dat is een ander verhaal. Ja. En mijn ambitie is om hoofdcoach te worden. Volgend seizoen? Of? Ja, niet op mijn achtergrond nu dat die prima is. En dat ik nu even... moment daar moet pakken om weer hoofdcoach te zijn. Wens ik daar veel succes bij. We gaan afronden. Tot slot moet nog eventjes onze vriend John de Wolf noemen. Want deze keer kan het, hè? Die is kandidaat bij Heerenveen om daar hoofdtrainer te worden. En Janus van Peenen ken ik als een man die alleen maar louter verstandige beslissingen neemt. En die gaat vast de Wolf aanstellen. Dat zou een fantastisch besluit zijn. Goed, Leon, dank dat je hier was. Kom nog een keer terug als je toch een sabbatical hebt. Lijkt ons leuk. Als ik uitgenodigd in Menneke. Altijd. Graag. Jan Dirk volgende week weer. En volgende week zit naast Jan Dirk Wiljan Vloed. Dat is de algemeen directeur van Sparta. Graag tot volgende week. Ik zeg iets over zijn. Maar dat wordt volgens mij. Wordt even een vuilnisbak gelegd. Zullen we jou er ook gelijk in gooien, vriend?